De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. U als producent bent natuurlijk net zo goed als ik dat. Ja, dat begrijp ik. Maar ik zou u ook nooit lastigvallen als ik niet een uniek talent voor u had. Waarom maken we geen afspraak zodat... Nee, natuurlijk hoef ik u niet te vertellen hoe u werk moet doen, maar... Bekijk het maar, Kuiper. Wien, zou je zaak ergens anders kunnen afhandelen? Simon, die kan zo terugbellen. Zeg, is Dammy echt weggelopen? Nou, hij heeft waarschijnlijk staan luisteren toen Simon en Henny uit zijn operatie bespraken. Arm kind. Zal ik even helpen die cadeaus terugbrengen? Nee, het gaat wel. Maar het is inderdaad niet iets waar ik echt naar uitkijk. Ach, ze zullen het wel begrijpen. Ja, mijn vrienden maak ik me geen zorgen over. Maar die van Menno, hè? Ik weet niet eens precies wat nou van wie is. Zeg, je weet wel dat ik Menno altijd een betere keuze heb gevonden dan Daniel, maar dat betekent niet dat ik niet achter je sta. Nou, bedankt. Daniel en ik zullen jullie steun hard nodig hebben. Goed, hoe eerder dit achter de rug is, hoe beter. Sterkte. Zo, en vertel me nou eens waarom die Carper me niet wil ontmoeten. Ja, nou, ik heb alles geprobeerd, maar het schijnt dat de beslissing ligt bij een Henri Bastiaans of zoiets, een scenario schrijver. Vreemd, want meestal hebben die schrijvers niet zo erg veel te vertellen. Het zou wel een bijzonder geval zijn. Schrijft hij ook geen romans? Ja, gedichten, toneelstukken. Ik geloof zelfs dat hij op de boekenlijst stond bij ons. Nou, waar wachten we dan op? Dan gaan we er toch gewoon heen. Waar zit die man? Geloof het of niet, hij zit in het hotel waar Suzanne werkt. Oh, dat geloof ik best. Waarom niet alle schrijvers zijn arm? Ja, ik heb ook al geprobeerd met hem in contact te komen. Onmogelijk. Ja, als die lieve tante van hem niet zo'n zootje van had gemaakt, dan... Nou, waar slaat dat nou op? Nou, ga maar na. Menno Develing is uitgever. Wat is nou een betere link met een schrijver dan een uitgever? Het is jammer. Nou, het is goed van pas gekomen. Blijf het proberen, Rien. Ik zie je vanmiddag. Joh, wat heb jij nou gedaan? Ja, de oliedruk was weggevallen. Mijn helming voor de deur. Joh, die kwam bijna onder een bestelbusje. Schok maar rot. Ga je slapen? Nee, ik moet nog iets afmaken. Ik ga naar Lust vanmiddag. Zelf voor iemand als die Lorenzaak moet niet naar school teruggaan, hoor. Hey, heeft Suzanne nog iets gezegd gisteravond? Zoals? Nou, zoals waarom ze plotseling zo snel weg moest. Ik begrijp er niks van. Geen idee, dat is haar zaak. De bruidsuite dan maar, mevrouw? Oh, heeft u echt niets beters? Ik kan natuurlijk regelen dat u met onze beeldschone schoonmaker de bezemkast mag inspecteren. Nou ja. Zeg het maar, Linda. Ik zoek Henri Bastiaans. Waar kan ik die vinden? Streng verboden toegang. Ik mag niet eens toegeven dat hij hier zit. Oh, maar ik heb een afspraak met hem. En hij heeft niet zijn kamernummer doorgegeven? Toe nou, Annette. We zijn toch vriendinnen? Hij heeft een filmscript geschreven. Misschien zit er wel een rolletje voor me in. Kijk, wel gek. Kamer 203, tweede etage. Oh, je bent een schat. Oh, ik dacht dat je al weg was. Jij en ik moesten maar eens even met elkaar praten. Ja, en ik weet ook wel over, maar ik heb geen zin in die verhalen van jou. Ja, ik weet wat je denkt, maar het vervelende is dat je er helemaal naast zit. En als je de beleefdheid zou kunnen opbrengen om me even te laten uitspreken... Jij denkt dat Gabi en ik een verhouding hebben. Zoiets toch? Ik heb je bij haar naar buiten zien komen. En toen trok je meteen de verkeerde conclusie. Gabi en ik zijn bezig om een surprise party voor Karens verjaardag te organiseren. Dat geloof ik toch zeker zelf niet, hè? Als je bewijzen wilt hebben, dan ga je maar kijken in de la van mijn bureau op mijn kantoor. Daar kun je alles vinden met lijsten, met cadeaus, gasten, wat er aan eten en drinken moet zijn. Waarom dan speciaal met Gabi? Waarom dan bijvoorbeeld niet met mij? Omdat Karin dan veel minder snel in de gaten heeft wat er aan de hand is.
Dit is de waarheid, Arnie. Doe er maar mee wat je wil. Nou, als het echt zo is, dan moet ik mijn excuses aanbieden. Maar ik moet gewoon weer denken aan dat hele gedoe tussen mijn vader en moeder een tijdje geleden. En ik zag het allemaal weer opnieuw gebeuren. Ik heb liever dat je Gabi je excuses aanbiedt. Ja. Dan moet ik zeggen dat jullie het er wel erg druk mee hebben. Zoveel werk is het toch niet? Nou ja, ik zal niet ontkennen dat het heel aangenaam is om in het gezelschap van een aantrekkelijke vrouw te verkeren. Maar dat betekent toch nog niet dat ik minder om Karen zou geven. Ik hoop niet dat die beschuldigingen van jou zijn ingegeven door gevoelens van jaloezie. Ach, ik geloof sowieso niet dat jij ontslag zou nemen. Nou, nee? Nee. Ik had mijn ontslagbrief al geschreven en getekend. Ik hoefde hem alleen nog maar op de post te doen. Maar ja, onze lieve vrouw, de heilige Jade, besliste anders. Maar je bent nog niet eens getrouwd. Zit je nou onder de plak? Vertel jij maar liever wat jij hier komt doen. Nou, ik wou het even met jou hebben over Nancy en Mickey. Wat denk jij? Zou ze er echt vandoor gaan? Ben jij gek? Ik zou het niet uitsluiten hoor, Daniel. Als Harms zijn dreigementen uitvoert. Ik zal eens kijken wat ik morgen kan doen. Dus kijk, 8:30 heb ik een pleeggezin, daarna een geval van verwaarlozing. Oh ja, van Mickey, weet je wel, dat 6-jarig kind. Uh-huh. 2 jongens die voorwaardelijk vrij zijn. Ja, joh, tijd genoeg morgen met hem te praten. Een leven vol spanning en avontuur. Over avontuurtjes gesproken. Daniel, zie je Jean nog vandaag? Ja, wanneer zou dat nou moeten? Misschien dat ik nog even tegen de kan zwaaien op de trap. Ja. Jullie hebben het wel moeilijk nou, hè, toch? Het geeft toch allemaal jou de schuld dat Jean met mij nou vandoor is? Oh. Ja, dat wordt er niet makkelijker op. Ja, ik hou je niet langer op. Ga je rechtstreeks terug naar het opvangcentrum? Nou ja. Nee, ik ga eerst even langs het uitzendbureau. Chris zei dat hij wat baantjes had voor volgende week. Dus, sterkte. Dank je. Ik kan het gebruiken. Beveling? Ja, Daniel. Ach, de sportieve verliezer. Ik wou vanmiddag even met je praten. Nou, ik denk dat wij maar beter bij elkaar uit de buurt kunnen blijven, hè? Jouw handjes zitten met de los. 3:00, Rozenboom, oké? Je bent geschift. Maar goed, ik zal er zijn. Heb je eigenlijk ooit wel eens pauze? Omdat je het zo vriendelijk vraagt. Waar gaan we heen? Het café wel meer werd. Ik hoef pas om 2:00 op school te zijn. Neem je dan iets lekkers voor je juffie mee? Hé, Henry Bastiaans. Is dat niet die man van die film? Ik zal het je nog sterker vertellen. Wie denk je dat er op dit moment bij me op bezoek is? Toch niet weer meer dan, hè? Nee, eikeltje. Linda. Ze wil een rolletje in zijn nieuwe film. Nou, ik kan veel van Linda zeggen, maar niet dat ze niet durft.